Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga weer eens laten zien welke boodschappen ik voor een hele week heb gekocht. Want het kan eindelijk weer eens een keertje. Ik heb namelijk vanochtend de kinderen weer naar school gebracht, hun eerste dagje school. Sinds maart of zo. En ik heb dus alle tijd gehad om op mijn gemakje boodschappen te doen. En omdat ze nu weer met enige regelmaat naar school gaan, kan ik ook met enige regelmaat mijn boodschappen doen. Zonder dat ik de kinderen ergens moet achterlaten, oppas moet regelen. Noem het maar op. De afgelopen week heb ik echt één keer in de twee weken boodschappen gedaan. En gewoon zoveel mogelijk dat ik kon. Wat er aanwezig was in de winkels gehaald. En het daar gewoon zo lang mee probeer te doen. En nu heb ik eindelijk het gevoel dat er weer een beetje structuur in komt. Zoals altijd zet ik onder in de omschrijving welke maand opties ik heb bedacht. Vind je deze video leuk, geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want als het dus normale tijden zijn en ik kan wekelijks mijn boodschappen doen, dan komen ze deze video's altijd op vrijdag. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals gezegd is het al twee weken geleden dat ik voor het laatst boodschappen heb gedaan. Dus er waren ook echt heel wat dingen bij mij in huis op. Dus ik alles weer een beetje aangevuld. En hopelijk is het volgende week een stukje minder. Dit is al het avondeten, dus daar zullen we even beginnen. Vanavond eten we woknoedels met woksaus, kip en Chinese roerbakmix. De woknoedels en de kip heb ik nog, maar dit heb ik er dan even bij gehaald. We eten ook een keertje spinazie à la crème op verzoek van Lomen, die vindt dat heel lekker. En dan hebben we dan rookworst bij, ook dat vindt hij helemaal geweldig. En natuurlijk dan gewoon normaal aardappeltjes. We eten een keertje broccoli stampot met varkensnietseltje en yoghurt prut, moet je aardappelpuree prakken. Dat vonden we vorige keer ook heel lekker. Zelf ben ik niet zo'n hele fan van varkensvlees. Ik mag het eigenlijk ook niet zo heel erg voor mijn migraine aanvallen. Maar af en toe doen we dat. Stiekem toch. We eten ook een keertje risotto met artisjokharten, parmezaanse kaas en zoete paprika. We eten een keertje macaroni of spaghetti of penne. En pasta gerecht. Het pasta gedeelte zelf heb ik nog wel. Maar dus de roerbakmix en de saus, het gehakt ligt nog in de vriezer. En er ligt ook nog een paar zakje gewone geraspte kaas. We hadden van de barbecue afgelopen weekend nog speklappen over. Dus die kunnen we dan met knieltjes opeten. En ik heb ook nog wat boontjes over. Dus die kunnen we dan ook nog bij. Daar nog meer. En dat was het. Dan eten we ook een keertje friet. En dan zijn we rond volgens mij. Dan heb ik de rest van de week ook al uitgepland in mijn fitnesspel. Dat ik binnen mijn macro's kan blijven. En ik eet een aantal keer als snack gewoon kipfiletrolletjes met cottage cheese en komkommer zeker. Dus daar heb ik gewoon, omdat het dan toch twee pakjes voor 3,50 is, heb ik genoeg van ingeslagen. Cottage cheese, ook omdat ik een aantal ontbijtjes heb met beschuit. En dan cottage cheese, roereitje, tomaatjes, een beetje zout en peper. Super lekker. En hier zitten heel veel eiwitten in. Ik geloof. Ja, 11,8 gram per 100 gram. Dus dat tikt dan altijd lekker aan voor je eiwitten. Ik heb ook geitenkaas spread. Want ik had een receptje gevonden met gerookte zalmrolletjes met groene pesto. Dus dan kan ik dat ook als ik geloof dat het een snack of lunch is. Ligt aan hoeveel je ervan gebruikt. Dus dat is ook lekker. En ik heb een aantal keer wrap met courgette en wortel en paprika. Die doe ik dan eventjes oppakken. Die drie met sesamolie. En dan doe je dat in een wrap met hummus. En dan heb je ook een lekker lunchje. IJsbergsla voor mijn salades. Voor bij de wrap. Noem maar op. Als je salade wil, als je gewoon ergens een bijgerechtje iets wil doen. De gerookte zalm dan dus, de tomaatjes. Volgens mij heb ik die alleen maar nodig voor mijn beschuitjes. En misschien een salade of zo. Dat. Nou, eieren, omdat ik dat ook als snack eet, ook met de kinderen. Pascal doet op zijn brood. De tortilla's. Dit heb ik vorige keer meegenomen. De tonmix, de salademix. Super lekker is dat. Heel klein beetje over je salade heen. En dan voelt het gelijk een stuk vullender en wat crunchier. Ik heb 4 flessen Crystal Clear. Allemaal verschillende smaken. Nieuwe pakjes drinken voor de kinderen. Want ik had gelukkig nog wel wat. Maar het is nu met de school en de hockey en de zwemles. Alles begint langzaam weer. Is het handig om drinken mee te kunnen nemen. Slimpie vind ik zelf heel lekker. Om even mijn water af en toe een ander iets als water. Dus en dus 0 calorieën. Deze, ik had vorige keer de bakspray van Bertolli, maar deze
nee, van Dr. Oetker. Deze is van Bertolli. Voor je eitje of noem het maar op. Even als je snel wat wil opbakken. Brood van de kinderen, want ik heb vanochtend het laatste sneetje gepakt. Kaas. Ik weet ongeveer een blok kaas per week. Dus die hebben we eigenlijk altijd van nodig. En maiswafels had ik een receptje van gevonden met... Oh, met de kipfilet dus. En ja, deze waren het beste qua macro's. Dus het zijn uiteindelijk linzen en maiswafels geworden in plaats van de maiswafels. Nou, hier zoals je ziet een rijk aan eiwitten. Wie wil dat dan niet? Nou, extra roomboter, want op alle brood gaat roomboter. Dan hebben we een heleboel fruit en snacks en zo. Dus ik heb kiwis, bananen, appels, druiven, snacktomaatjes, mini komkommers. Vooral die twee vind ik ook heel lekker voor mij naar school. Ik heb een keertje gewoon ook tomatencreme soep. Brooke vraagt al een hele week, eten we vanavond soep? En dan bedoelt ze deze soep. Ze wil tomatencreme soep zonder stukjes erin. En dat gaan we niet een keer s'avonds eten. Maar ik dacht, omdat ze deze week nog een aantal keren ook gewoon tussen de middag thuis eten, kunnen we dan een keer een kommetje soep doen. Koekjes van in de koekjestrommel. Appelmoesjes heb ik de laatste van gepakt. Frietsaus om aan te vullen. Tikkie vinden die kinderen lekker als ze ook iets anders willen als siroop of water. Voor mezelf voor allemaal shakers en dingetjes zag ik deze staan. Met extra proteïne, 25 gram. Ik moet nu 135 gram proteïne op een dag eten. En dat is best een challenge. Dus om te voorkomen dat ik de hele tijd alleen maar shakejes en repen ga eten. En complete eieren en kip. Dacht ik neem ik die er maar bij. Dat is hoger in eiwitten als de gewone houdbare melk. Heb ik ook twee pakken. En chocolademelk. Heb ik ook maar gelijk, want het was ook helemaal op. Koekjes heb ik gehad. Oh, een keertje om zelf koekjes te bakken met glazuur. Ik dacht, dat is altijd een leuke bezigheid voor de kinderen. Dus die heb ik meegenomen. Een diepvries aardbeien voor mijn smoothies. En dan hebben we wat schoolkoekjes. Want die waren ook bijna op. En ook dat vind ik handig om gewoon in je tas te hebben. Als we naar de zwemles gaan, naar de hockey. Of ja, als ze net uit school komen. Wat zoute snackjes voor 's avonds. Kaasstengeltjes. Chipjes. Brooke wil heel graag weer bukkels eten, dus ook goed. Hebben we dan ook weer op voorraad. Aardappelkroketjes. Ik denk dat die... Waar horen die naar bij? Bij de speklapjes misschien. Nee. Ik zat er even in beeld, ik weet het niet. Maar goed, die staan dus bij het diepvriesgedeelte. Want we hebben ook een heleboel extra smuldier voor Boris. Je krijgt gewoon kiezenbrink. Dus ook gewoon vlees voor honden. Maar hij blijft een beetje mager. En dat zijn rollen van een kilo. En die kan hij precies door de helft doen. Dan heeft hij 's ochtends een halve kilo en 's avonds een halve kilo. Maar omdat hij nu zoveel buiten is, kan hij wel wat extra's gebruiken. Dus dan heb ik een paar van die kleine bakjes die hij dan erbij kan doen. Dan hoeven we niet een hele rol aan te breken. Dan kunnen we dit gewoon 's ochtends of 's avonds erbij geven. Dan hebben we rundhart. Dan hebben we vlees compleet. Runderpens, daar heb ik een heleboel van. Want die mag er heel veel. En dat was het dan voor alle boodschappen. Ik hoop dat jullie hier wat boodschappen inspiratie uit op hebben gedaan. Of in ieder geval wat ideeën voor nieuwe recepten. Wil je het allemaal op je gemak teruglezen? Klik dan eventjes onder op de beschrijving. Daar zet ik het allemaal neer. Wat wij allemaal gaan eten deze week en wat ik ervan ga maken. En als er linkjes zijn naar recepten, zal ik die ook gelijk doorgeven. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als dat zo was, geef dan deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!